het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Wat verandert er? Sinds 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Maar wat houdt dit nu in? Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd, dan blijft het oude stelsel voor u gelden. Gaat u binnenkort trouwen, dan valt u onder de nieuwe wet en trouwt u niet automatisch meer in gemeenschap van goederen. Er is nu sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat uw bezittingen schuldig van voor het huwelijk buiten de gemeenschap blijven. En ook erfenissen en schenkingen vallen nu automatisch buiten de gemeenschap. Dus, wat u voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap alleen bezit, blijft privé. Wat u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt, wordt gemeenschappelijk. Nu lijkt het nieuwe stelsel uitkomst te bieden, maar er zitten wat haken en ogen aan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met dat dure kunstwerk als u gaat scheiden en u kunt niet aantonen dat u deze van uw eigen geld heeft gekocht? Dan valt dit kunstwerk alsnog binnen de gemeenschap. Dit betekent dat u er dus goed aan doet een administratie bij te houden tijdens het huwelijk. Hierin kunt u aangeven wie wat heeft betaald met welk vermogen. Bent u ondernemer? Dan moet u aanvullend vastleggen wat u als inkomen inbrengt in de gemeenschap. Houdt u geen administratie bij, dan loopt u het risico dat uw vermogen, bezittingen en schulden alsnog in elkaar overlopen. Heeft u vragen over deze nieuwe wet? Neem dan gerust contact met ons op. Ik ben Henriette Dietz en help al 13 jaar mensen als mediator.